100.000. 100.000 leefstijlcoaches heeft Nederland op dit moment. Kun je je voorstellen? 100.000 van die wauwelaars. En dat komt dan allemaal een beetje door het hele woke gebeuren. Ja. En die hebben met z'n allen hebben die een watjes generatie neergezet. En dat zijn dan eigenlijk allemaal potentiële klanten. Die kweek je daarmee voor de leefstijlcoaches. Het is toch niet te geloven, vrienden. Heb je gelezen van die man? Die had problemen met zijn haar. En die was niet blij met hoe zijn haar zat. En toen had hij een leefstijlcoach nodig. Om erachter te komen dat hij gewoon zijn kop kaal moest scheren. Hey. Oeh, tweet, tweet. Hoe vind je hem? Ja, ik had het ook, ja. Ik dacht ook van, nou, ik vind het niks zo met mijn haar. Hup, heb ik zo'n ding genomen. Had ik geen leefstijlcoach voor nodig, hoor. Hey, maar die watjes wel. Die watjes, die zijn zo beschermd opgegroeid. Ja, en die kunnen natuurlijk niet tegen een opdoffertje in de echte wereld. En die raken dan helemaal gelijk helemaal uit hun evenwicht. En zijn dan onzeker en geen zelfvertrouwen. En moeten snel in gesprek met een leefstijlcoach. Je denkt toch niet dat in de provincie dat ze daarmee bezig zijn. Want dit speelt zich natuurlijk allemaal in de Randstad af. Ja, want daar hebben ze allemaal die watjes lopen. Maar je denkt toch niet dat in de provincie, in Groningen of in Drenthe, of daar ergens in de Achterhoek, en noem het allemaal maar op, dat ze daar bezig zijn met leefstijlcoaches. Daar hebben die mensen helemaal geen tijd voor. Die hebben daar ook helemaal geen zin in. Daar in de provincie, daar snappen ze gewoon dat het leven vol zit. Vol ellende en vol teleurstellingen en vol met verdriet. Ja, en dat kan zijn zakelijk en dat kan zijn in de liefde. En dat kan zijn pure pech met gezondheid. En dat kan zijn met afscheid nemen van dierbaren. Het zijn allemaal die dingen die het leven helemaal niet leuk maken. Dat snappen ze. Maar ze weten dan ook dat je dat gewoon zelf weer moet oplossen. En dat je zelf al die problemen en die tegenslagen moet verwerken. En dan moet je gewoon jezelf onder de arm pakken. En dan moet je je rug rechten. En dan moet je gewoon weer opkrabbelen en opstaan. En dan ga je weer beetje bij beetje op zoek naar geluk. Maar daar hebben zij, daar in de provincie, daar hebben ze geen leefstijlcoach bij nodig. Nee, dat doen ze gewoon allemaal zelf. Maar de watjes, ja, die watjes die denken gewoon dat ze geluk maar op bestelling kunnen krijgen. Nee, dat zo werkt dat niet. Nee, geluk dat moet je afdwingen. Geluk dat moet je achteraan. Dan moet je zorgen voor een leuke relatie. Daar kun je geluk in vinden. En in een leuke baan, daar kun je geluk in vinden. Maar daar moet je energie in stoppen. Ja, je moet het geluk opjagen. Ja, en in de hoek drijven. En dan uiteindelijk, als je daar hup, 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 en dan pak je het. En dan springt het geluk uiteindelijk in je armen. Geluk komt niet zomaar naar je toe. En daarbij, vrienden, het geluk schuilt, ik heb dat wel eens eerder gezegd, het geluk schuilt in truttigheid. Ja, geluk, dat zit in hele kleine dingen. Ja, dat zit, ja, geluk is gewoon op de bank zitten met een slapende hond tegen je aan. Dat is geluk. Geluk is lekker met een kopje koffie en een zandkoekje. Ja, dat is geluk. Ja, maar dat kan je toch geen watje uitleggen.